Goedendag, ik ben Edward Jompolina, directeur van GGD Hollands Noorden. In 2019 hebben we weer echt ontzettend veel gedaan met z'n allen en daar ben ik ontzettend trots op. Vandaag zal ik een aantal dingen van 2019, een aantal activiteiten van 2019 vertellen. En dat is lang niet alles, omdat we heel veel gedaan hebben, maar ik pak er gewoon vanuit een aantal onderdelen een aantal uit. Te beginnen bij financiën. We hebben 2019 een positief jaar gedraaid en ook daar ben ik trots op. We hebben op een aantal onderdelen meer inkomsten vergaard en bij een aantal onderdelen zijn we heel zuinig geweest. Dat komt onder andere doordat we soms een aantal vacatures net iets later hebben opgevuld en bij andere is er gewoon ook echt snoeihard gewerkt. In 2019 heeft Veilig Thuis ook een nieuwe manager gekregen, Marion Verstraten. En dat is een hele mooie aanvulling voor onze organisatie. Het verscherpt toezicht bij Veilig Thuis is in 2019 ook opgeheven. Ook daar zijn we erg blij mee, zodat we met z'n allen gewoon echt kunnen bouwen aan een goed en stevig Veilig Thuis. Voor onze inwoners en voor onze medewerkers. In 2019 hebben we ook het Rijksvaccinatieprogramma uitgevoerd. Dat is een samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en de infectieziektebestrijding. We hebben daarbij aankomende moeders gevaccineerd, maar ook duizenden kinderen. Ook bij onze OGGZ hebben we heel veel gedaan. Daar is de wet op de verplichte GGZ ingevoerd. Die hebben we eigenlijk in 2019 heel snel moeten optuigen. En dat heeft heel veel moeite gekost, omdat die wet eraan kwam. Die is per 1 januari 2020 echt ingevoerd, maar alle voorbereidingen lagen in 2019. En dat is ons gelukt. En dat is een heel knap stukje werk. Ook in 2019 hebben we weer veel geïnvesteerd in gemeenten en in ketenpartners. En dat is naar tevredenheid verlopen. En dat willen we eigenlijk in 2020 weer voortzetten. Tot slot kan ik eigenlijk nog heel veel onderwerpen en activiteiten opnoemen. Maar ik denk dat u dat gewoon in dit mooie jaarverslag kunt lezen. En ik ga ervan uit dat we in 2020 weer net zo'n mooi jaar gaan maken als 2019.